Smakelijk en schandalig. Zo kwalificeerde de kwaliteitspers het filmdebuut van de vijf mannen uit Maaskantje. New Kids Turbo, exact een jaar geleden. Daar hebben meer dan 1 miljoen bioscoopbezoekers maling aan gehad. New Kids Turbo is een van de vijf best bezochte Nederlandse films van de laatste 20 jaar. En nu is er de opvolger, New Kids Nitro. En wat onmogelijk leek, is toch mogelijk. Het kan nog verschrikkelijker en misschien ook nog wel veel succesvoller. Aan tafel zitten Stefan Haars, Tim Haars, Wesley van Galen en Huub Smit. En dat zijn vier van de vijf. Kids, want niet aanwezig is Flip van de Kuil. Die laat zich excuseren. Het is nog erger. Ja, jij hebt hem gezien. Ja, dat toch? Maar jij weet het ook, toch? Ja. Er is een schepje bovenop gedaan, jongens. Ja. Nou, laat ik het, Stefan, jij bent regisseur, schrijver. Ja. Laat ik het jou vragen. Er is echt een schepje bovenop. Het was al verschrikkelijk, maar... Dank je. We zijn zeker een stap verder gegaan. Maar ik denk dat het heel logisch is dat je gewoon sowieso natuurlijk... bedenk dingen, vind je leuk. En dat groeit. En het is iets verder uitgegroeid. Er was ook meer geld misschien, om het nog erger te maken. Ja, maar dat is niet de hoofdreden. Het komt altijd eerst gewoon met ideeën. En dan is het fijn dat je het beter kan maken. Ja. Tim, de NRC was de krant die dat wansmakelijk vond. Die gaat ook nul sterren ervoor over. Ja, het was echt, ga daar vooral niet heen. Vroeger de reden dat ik ging trouwens, serieus. Als ik dat zag, dacht ik van, dit is dan een film die ik moet zien. Ja. Nou, misschien ja. Ja, maar ben je er even van geschrokken toen je dat in een krant zag staan? Of denk je nu... Ja, ik had bijna mijn abonnement opgezegd. Heb je een abonnement? Ik heb de NRC Next. Heb je de Next? Ja. Je denkt, ik gooi hem de deur uit. Ja. Niet gedaan? Maar niet gedaan, nee. Nu kan je erom lachen, hè? Ja, zeker. Wat zouden ze schrijven? Wat zou de NRC hiervan vinden eigenlijk? Geen idee, dit is maar... min 2 sterren is dit, denk ik. Of dat niet? Zou wel echt classic zijn als ze dat schrijven. Ja. Nou, het was zo'n geniale recensie. Want ik bedoel, het is gewoon heel fijn dat mensen echt iets vinden van je film. Ja. En weet je, dat het dan dus van matig, 2,5 sterren of zo... Als je 5 sterren kan hebben, zo whatever. Maar gewoon 0 of gewoon het maximale. Ja, dat... Ga je daar ook voor tijdens het schrijven, tijdens het maken van jongens, we moeten zo hard shockeren en zo smerig zijn dat. Nee, je gaat echt. Het enige bij ons is altijd gewoon moeten we er zelf om lachen. En alles is gewoon om de comedy. En we houden eigenlijk compleet geen rekening met iets. Nee. Dus we denken niet na. Voor het publiek, zullen we zeggen. Zullen we eens even laten zien, jongens. De trailer, het is Maaskantje tegen Schijndel. Ondertussen zijn er zombies in Friesland. Die moeten jullie ook... het is niet uit te leggen. Het is verschrikkelijk. Laten we zien. Schijndel, kom! Dan ben een homo! Ga gewoon terug naar mijn eigen kutdorp! En neem de homo-team van me mee! Homo! Ja hoor. Daar hebben we hem. Sorry. De aanleiding. Domme kut! Moeten ze hier niet, jongen! Wij willen jullie om een gunst vragen in verband met een incident in Friesland. Ik sta hier weer in Friesland op het erf van mijn hoofd. Ik heb er wel eens een film gezien. Dat is een vampier. Recht is Max, vuile kutvries. Kutvampier, joh! Nitro. De eerste recensie hebben jullie binnen, dat is namelijk Kluun. Die komt niet meer bij van het... Ik kom uit Tilburg, dus dat verklaart misschien wat. Ja. Wesley, jullie zijn... schrik je ervan? je zit aan tafel, er is een kans dat je een vraag krijgt. Oké, is goed. jullie zijn sterren geworden. Jullie begonnen, het begon zoals het moet beginnen, een beetje in de niche, underground. Het werd een cult. En nu is Music for the Millions geworden. Vind je dat leuk? Ja, soms wel. Gedraag je al een beetje als een filmster, of niet? Ze zeggen van wel, maar ik denk dat ik gewoon helemaal doe. Dus misschien sluipt het erin. Heeft de eerste film je rijk gemaakt eigenlijk? Oh. Sounds like a yes. Ja, ik vind het wel. Maar Wat is je standaard? Het is genoeg. Dat is je standaard. Ja. Die gaat iets omhoog misschien. Ja. Zullen we dan eens een lekkere scène in het zwembad gaan kijken, jongens? Er zijn kleine meisjes aan het zwemmen. En dan gebeurt er het volgende. Ja. Die is heel subtiel. Ja. Die is heel subtiel, precies. Hé, hey, jongens. Even lachen voor de foto. Bier is goed cool, joh. Nee, shoot en brouw. Ja, shoot en brouw, dat is mijn bier. Shoot en brouw is plezier. Het is verschrikkelijk.
Maar het heeft ook iets onweerstaan. Ja, mijn dochter van 15, die had de eerste film gezien en zei: mam, het is best wel erg. Maar je moet er wel om lachen. Ja. Dat is het volgens mij. Het is zo fout en zo erg. Ja. Huub, jij staat op een gegeven moment helemaal in je naki. Hebben we daar ook een... Nee, ik heb er helaas geen beeld van gekregen. Ja, jij hebt de achterkant net gezien. Ik heb de achterkant gezien, maar ik heb de hele film gezien. Je staat volledig bebloed. Zonder petje. Je bent in gevecht met de zombies in Friesland. En daar hak je de hoofden vanaf en dan spuit de bloed op. En dat maakt jou helemaal rood. En dan sta je piemeltje naakt, sta je daar te vechten. Had je zin in die scène? Ja, dat was wel pittig. Het was wel heel leuk. We hadden 150 man daar staan. De eerste keer dat ik naakt ging. En toen hebben we afgesproken, laten we niks zeggen. Ik ga het gewoon doen, ineens. En er was gewoon afgesproken, jullie mogen niet lachen. Wat er ook gebeurt. De boys niet? Nee, die 150 mensen, die figuranten die daar op mij afkwamen. Die zombies, ja. Wij wel. Ja. Hun mochten wel lachen, want hun stonden achter de camera. En ik loop er in mijn eentje op af. En het was heel grappig, maar... Ja, ze mochten dus niet lachen, maar je ziet wel al die ogen. Ze moesten allemaal rechtdoor blijven kijken. Zie je ineens zo richting waar het te zien is. En toen moesten de volgende shots. En toen zag je mensen zo stiekem een beetje verschuiven... dat ze toch iets meer vooraan konden staan. Kijk aan. Jongens, hoe zal de première zijn volgende week? Vorig jaar, precies een jaar geleden, zaten we ook aan deze tafel om elkaar. En daar moest politie aan te pas komen. Er moest de boel ontzet worden, omdat iedereen allemaal lookalikes kwamen erop af. Wat wordt het dit jaar? Ja, als je kijkt naar wat het eerste jaar was, als je dan bij elkaar optelt, misschien is het dan nog wel chaotisch en meer mensen. Het is weer in Eindhoven, of niet? Het is dit jaar in Eindhoven, vorig jaar was het in Den Bosch. Het klopt, ja. Maar ik bedoel, ja, wat kunnen we verwachten? Ja, ik denk dat het gewoon chaos wordt, maar dan wel georganiseerd, hoop ik. Maar voor ons wordt het gewoon super vet, een hele bijzondere avond. Maar er zullen gewoon heel veel mensen op afkomen, denk ik. Roepen jullie ook veel weerstand op? Roepen jullie ook agressie op bij mensen die het of helemaal niet grappig vinden... of die vinden dat je niet zomaar kan roepen, kutvries? Komen er ook problemen? Hier moeten problemen van komen. wat heel bizar is om te zien of zo, is dat je maakt humor, weet je, het is comedy, het is grappig... maar dat mensen dus het heel erg serieus kunnen nemen. En daar dus een bepaalde mening is niet nodig. Het zijn maar grapjes. Nou, laten we naar een grapje kijken. Scenetje bij het stoplicht. Goed jongen. Die scène. De film begint overigens met twee jongens die de bioscoop naar jullie film gaan kijken. En die zeggen, ja, die clichés die kennen we nu wel. Die mensen die in één keer door een auto onderuit worden gereden. Maar die zitten gelukkig wel weer een keertje of drie in. Hè? Ja. Dat is jullie trademark eigenlijk. Hè? Er staat iemand gewoon op de weg en die bam, meteen. Ja, nee, mensen aanrijden is echt iets wat we graag doen. Wat je zegt, het is gewoon wat elke keer wel terugkomt. Maar gewoon omdat het gewoon nog steeds leuk is of zo. Wat Stef al zei, en Flip, we vinden het gewoon vet. Heel even over deze scène, want de muziek in de film... dat is ook dus een eigen leven geleid. Dus officiële soundtrack, begrijp ik. Mm-hmm. De titeltrack is al, geloof ik, heel veel om te doen geweest. En de revival, want de Two Brothers hoe heet ze, Ray en Anita... Iedereen doet het weer. Ja. En dat is ook een beetje, dat hebben jullie dus ook weer meegenomen. Ja, ik weet niet of dat goed is, maar... Nee, dat is wel heel grappig. Maar ook dankzij jullie natuurlijk. Wat dacht je van Connie Konings? Ja, ik wou het niet zeggen, Connie maar dat is Konings volgens mij, leeft weer. Ja, zo vet nog steeds dat ze gewoon meegedaan heeft. Dat is gewoon, Maar dachten jullie meteen, die moeten we hebben? Ja, ja, nee, het was meteen duidelijk. Dat en ze wilde het ook meteen zingen? Hoe reageerde ze op de tekst? Het vond het wel heftig met die tekst. En ik zei ook, ik belde ik zeg, het nummer heet Hoerenneuken nooit meer werken. Dat is het refrein, dat is waar je gaat zingen. Ik zeg, je moet het leuk vinden. Maar wij zouden het echt super tof vinden als je het zou willen doen. Ja, nou, een klein stukje. Die gaat gewoon weer een jaar de zalen rond, jongen. Maar wel vet dat zij de grap ook ziet. Zeker. Het is gewoon comedy, het is gewoon een grapje. En wel vet dat ze dat gewoon zingt. Ja.
Hoeveel gaan er nog komen? Dit is deel 2. Ja, hier kan je nog jaren mee voort, hè? Wij houden het een verrassing, dachten wij. Ja. Maar tot slot even de fietstunnel, gewoon omdat we er geen genoeg van krijgen. Gewoon. Wat? Is die kut godverdomme alweer een maaskantje komen, joh? Rondetje! Ik ga mij aan, jongen. Hoi. Welke map met? Met die oma wagen van hem? Hoi. Pap! Dat is mal nu. Hoi. Miet. Wat doe ik weer in het dorp, hè? Ik had gezegd dat ik moest oprotten. Wat wil je doen dan? Hoi. Wat een stoppen ervan? Hoi. Kom dan, jongen. Kom dan, jongen. Hé, hey, Paul, jongen. Gooit de nitro er eens in dan. Ja. En dan begint het. Keurige jongens, hè, hier aan tafel. Keurig opgevoed, het haar zit goed. Ja, je ziet dat er ergens wat mis is. Je ziet het in die ogen. Oh, ja, waar zit het dan? Ja, ik zie dat. New Kids Nitro, duidt vanaf volgende week donderdag in de bioscoop. Jongens, heel veel succes. Dank dat jullie hier waren. Tot zover, tot morgen.